Dank u wel, voorzitter. Voorzitter en inwoners van Nederland. 0,3% van de bevolking zorgt voor het eten van die andere 99,7%. Omdat ook vandaag zij zorgen voor onze maaltijden, waar een stukje vlees overigens prima in past als onderdeel van een gebalanceerd voedingspatroon. Daarom kunnen wij hier praten over voedsel en klimaat. Wij hoeven vandaag de koeien niet te melken, hoeven de akkers niet te zaaien, hoeven de varkens niet te voeren. We hoeven geen controle ronde te doen in de kippenstal. En we hoeven niet met onze kotter uit te varen om ervoor te zorgen dat de burgers in Nederland dit weekend weer een lekker visje kunnen kopen op de markt. Wij moeten wel zorgen dat onze boeren, tuinders, vissers en telers behouden blijven voor de voedselproductie. Wij moeten wel strijden voor hun bestaansrecht. Althans, ik vind dat dat moet. En zolang ik hier zit, zal ik dat blijven doen. Wellicht denken anderen daar anders over. Voorzitter, de voedselvoorziening staat wel onder druk en echt niet alleen door de oorlog in Oekraïne. De voedselzekerheid staat al jaren onder druk. Dat meldde ook de Global Food Security Index vorig jaar. Al jaren lijden honderden miljoenen mensen honger en al jaren is de wereldvoedselvoorraad beperkt. Collega Bromet zei laatst, gek dat we hier de laatste 4 jaar nooit over voedselzekerheid hebben gehad. Dat klopt niet helemaal. Dat moet zijn de laatste 3 jaar. Ik noem het namelijk al vanaf dag 1 dat ik hier in de Kamer kwam. En niet dat er toen naar geluisterd is, maar dat terzijde. Voorzitter, dure grondstoffen. Interruptie van mevrouw Bromets. Ja, voorzitter, een vraag. Denkt mevrouw van der Plas dat het consumptiepatroon dat we hier in Nederland hebben, dat dat houdbaar is om de wereld te blijven voeden? Mevrouw van der Plas. Ik ga niet over het consumptiepatroon van mensen. Ik ga alleen over mijn eigen consumptiepatroon. Varkensvleesconsumptie bijvoorbeeld is al gedaald van 37,2 kilo in 2005 naar ongeveer 36 kilo in 2019. Dus dat consumptiepatroon dat verandert al. Ik vind wel in zijn algemeenheid, maar dat is mijn persoonlijke mening en dat is ook hoe ik zelf probeer te leven, dat we ons wel af en toe moeten afvragen, moet alles? Moeten we alles willen en moeten we alles willen hebben? Moeten we 3 keer per jaar op vakantie? Moeten we die citytrip naar Barcelona voor een tientje? Moeten we per se naar Oostenrijk gaan als daar geen sneeuw ligt en de bergen worden voorzien van sneeuw met skikanonnen? Moet dat altijd? Moeten we die slippertjes voor €2,50 bij de Action hebben? Moeten we dat kandelaar? Snap je? Dat is. Dus in zijn algemeenheid vind ik dat wij hier in Noordwest-Europa wel eens gewoon mogen kijken naar onze eigen consumptiegedrag. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar wat mensen op tafel zetten aan eten, dat moeten ze zelf weten. Ik zie liever dat het via voorlichting en informatie gaat, mensen goed informeren. Ik ben warm voorstander van voedselonderwijs op scholen vanaf groep 1, inclusief kooklessen. Kinderen te leren om met verse producten bij voorkeur uit Nederland te werken en gezond te eten. Dus daar heb ik wel ideeën over. Mevrouw van der Plas vervolgt haar betoog. Voorzitter, dure grondstoffen zijn een aanslag op de voedselzekerheid. En waar aan mij steeds wordt gevraagd of ik veevoertelen niet inefficiënt vind, omdat die grond ook voor humane consumptie gebruikt kan worden, terwijl vlees, eieren en zuivel ook humane consumptie is, lees ik gisteren in de krant een berekening van de Duitse milieuorganisatie Transport and Environment dat er in Europa dagelijks 10.000 ton tarwe in biobrandstoffen in de benzinetank verdwijnt. 10 miljoen kilo humaan voedsel in de benzinetank. Elke dag, want klimaat. Ik vind het bizar. Dan de vleestaks. In een tijd dat mensen hun rekening niet meer kunnen betalen, stuurt de minister de Kamer een brief dat er wordt onderzocht of er een vleestaks ingevoerd kan worden. Hoe weinig empathie en voelsprieten voor wat er aan de hand is in de samenleving op dit moment heb je dan, vraag ik me af. Of een vleestaks wel of niet nuttig is, daar zullen we nog over debatteren. Maar in deze tijd zo'n brief sturen, voorzitter, ik heb er geen woorden voor. Vele mensen kunnen al niet elke dag vlees op tafel zetten. Heeft deze minister wel door wat zich bij de gewone hardwerkende Nederlanders afspeelt momenteel? En dan die betutteling, de overheid die zo graag wil betalen wat inwoners moeten eten. En dan onbewerkte producten inruilen voor mechanisch gefabriceerde vegaburgers vol zout, vet en toevoegingen. Deze minister heeft volgens mij zijn prioriteiten niet helemaal goed afgesteld staan. En hoe groot is de klimaatafdruk van die tofu-burger die vol zit met vanuit de hele wereld geïmporteerde producten? Heeft de minister wel eens achter op zo'n pakje vleesvervangers gekeken?
Waarom niet nu gewoon de btw op groente en fruit verlagen? Belastingverhogingen zijn kennelijk makkelijker in te voeren dan belastingverlagingen. Weten we welk concreet resultaat met verduurzaming wordt bereikt? Dat doen we niet. Is de minister voornemens de impact van verduurzaming te laten meten en daarbij ook de beheerders van topkeurmerken te betrekken? Het is volgens de minister niet eenvoudig om voor het transitiefonds de streefwaardes te bepalen op het gebied van verduurzaming. Heeft de minister al overwogen om gebruik te maken van de eisen uit certificatieschema's van de topkeurmerken waarin concrete streefwaarden al zijn opgenomen? Hoe ziet de minister de uitvoering van de farm-to-fork-strategie, met name de doelstellingen naast die van de biologische teelt, zoals de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica? En zou de minister voor de uitvoering van deze strategie niet meer aansluiting moeten zoeken bij bestaande instrumenten en marktinitiatieven, zoals certificatieschema's voor de gangbare landbouw? Voorzitter, er worden zo ontzettend veel plannen en regels uitgestort op deze sector. Snapt de minister dat de rek van wat er op een boerenerf gedaan kan worden, er een keer uit is? Ik doe een kleine opsomming. Het GLB, het 7e actieprogramma, grondgebonden melkveehouderij, mestverwerking intensieve sectoren, verlagen van productieplafonds, vastleggen van onhaalbare KDW's in een wet, doelen naar voren halen, een rigide interpretatie van waterkwaliteitsdoelen, afrekenbare doelen op het gebied van klimaat voor de landbouw, doelen op het gebied van biodiversiteit, farm to fork, green deals, verminderen gewasbescherming, wind op zee, waardoor visgronden voor onze vissers verdwijnen. En over de vissers gesproken, vissers die in Frankrijk extra tegemoet gekomen worden door de overheid, krijgen hier nul op het request. Kan de minister aangeven waarom hij het Franse voorbeeld niet volgt? Want volgens mijn informatie kunnen wij per bedrijf 35.000 euro steun geven. Kunt u afronden, mevrouw Van der Plas? Oh, ik had nog heel veel. Ja. Oh, keuzes maken. Iedereen moet keuzes maken. In de nazit. Ja, dat is goed. Nou, we hebben straks ook een tweede termijn. Kan de minister aangeven waarom hij niet reageert op een verzoek van de visserijsector voor steun?